Het was een hele mooie vervolg op onze Duin- en Kruidbergconferentie. We hebben toen in feite allemaal van buiten naar binnen gekeken. Helemaal verhalen aangehoord wat er allemaal aan het veranderen was in de grote wereld. En wat ik vandaag heel verrassend vond, was de wijze waarop dat werd omgebouwd al tot 4 scenario's. En die scenario's, je moet daar ongelooflijk veel fantasie voor hebben. Dus ik heb met grote verwondering en bewondering zitten luisteren naar de wijze waarop die scenario's in elkaar waren gezet. En wat zo leuk was, dat we met allemaal experts vanuit universiteiten en uit organisaties die wij tot onze partners kunnen rekenen, hebben geprobeerd om die scenario's verder kleur en vorm te geven. Een ontzettend creatief proces. De hele middag allemaal geschreven, geknipt, geplakt, een paar briefjes geschreven. En aan het eind van de dag zie je ook dat er dingen uitkomen. Dat er inderdaad die scenario's worden gevuld met rijke ideeën. En die ideeën, ja, die hebben wij nodig om vervolgens onze strategie voor de toekomst uit te kunnen zetten. Dat is natuurlijk nooit één lijn, het zijn altijd verschillende lijnen. En daarom vind ik het ook zo leuk dat we met verschillende scenario's werken. En ik hoop vooral dat dat de komende maanden zo doorgaat als we met het circus strategieontwikkeling universiteiten het land intrekken. Dus wat mij betreft een zeer geslaagde middag en ik hoop op dezelfde respons in de andere bijeenkomsten.